met deze verkiezingen hopen we toch dat je lang het werk wil blijven doen, wat je nu doet. En het wat ondanks soms veel gezeur gewaardeerd. Dames en heren, Achilles vrouw van het jaar, Petra Manning. Ondanks dat we het zo goed in het pet hebben, hoop ik echt dat je nog heel lang door blijft gaan met al het goede werk wat je voor onze vereniging verzet. Dames en heren, Achillesman van het jaar, Erik Hoppeling. En nu ook eindelijk 25 jaar lid, maak een hartelijk applaus voor Carina. De specifieke reden waarom ik hier vanavond ben, om namelijk één van u te onderscheiden met een onderscheiding van de KNVB. En ik zou heel graag naar voren willen roepen, mevrouw Ginny Vruchtenveen. En dat alles heeft ertoe geleid dat het bondsbestuur heeft besloten jou te onderscheiden met een gouden speld van de KNVB. En die wou ik even afgeven. Er hoort ook nog een heel mooi certificaat bij, waarop staat certificaat. De gouden speld van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is op 20 november 2017 uitgereikt aan mevrouw G. Vruchtenveen Bakker en ondertekend door de bondsvoorzitter Michael van Praag. Zo. Ja, lid, gaan we jou ook een speeltje overhandigen. Martin, bedankt, 25 jaar. En plak er nog eens 25 jaar aan, jongen. Van harte gefeliciteerd. We begonnen met voetbal als 9-jarig jongen. En later jarenlang bij de senior. 50 jaar lid, de Ronnie Dokter. Dank je, hartelijk applaus. Jaspers, 70 jaar lid. Applaus! Voordat velen van u geboren waren, was meneer Jaspers al voorzitter. En hij is nog steeds lid en ook nog actief bij onze vereniging. U hoort het onder andere Show de Boel. Hij komt nog steeds bij ons eerst te kijken. Hier kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen, mensen. 70 jaar lid, Herman Jaspers. Ja. Ik heb nog gehoord dat je je huis verkocht hebt, maar gelukkig staat je bent nog hier. Ja. We kunnen niet anders dan iemand met zo'n Achilleshart voordragen voor lid van verdiensten en ik wil de vergadering overdragen. Zijn we het daarmee eens? Als je hier op het veld hoort, dan komt daar een 50-jarig lid aan die vanaf vanavond ook lid van verdiensten is. Maar in verband met alles wat u voor de club heeft gedaan, willen we u nu aan de ledenvergadering voordragen als erelid van onze secretaris.